qua spelen überhaupt. Oh, en Duncan komt natuurlijk met de epic save. Met de epic save nummer 2. Oh, ja! Ik zei het toch? Hallo allemaal, welkom bij Rocket League Rumble. Iets wat ik eigenlijk best wel op een reguliere basis speel af en toe. Ik pak het meestal op gewoon eventjes om een soort van warp te draaien als ik een tijdje geen Rocket League heb gespeeld. Ik heb de afgelopen dagen best wel veel Rocket League gespeeld. Behalve de afgelopen 24 uur, daar was het even weer wat minder. En op dat soort momenten vind ik het dan gewoon wel leuk om gewoon af en toe een beetje casual te spelen. Al raad ik zeker niet aan om dit te solo queuen. Omdat dit solo queue gewoon letterlijk een verschrikking is. En op deze map ook nog eens zeker. Deze map, dit is de, volgens mij de Champions. Nee, dit is niet de Champions. Ik heb geen idee hoe deze map heet. Hij is in ieder geval verschrikkelijk. Daar kan ik het in ieder geval op vastzetten. Oh shit, is dat in? Ja. Ik had hem nog zo bijna geplunderd. Maar ik zat er niet goed voor. Hey, ik wil trouwens weer eens een keertje een video maken waarin ik ga reageren op gameplay. En ik had dus het idee dat ik ga proberen te reageren op jullie ranks. Ik zal wel eventjes een klein tutorial filmpje maken. Oké, een hele snelle uitleg. Ga in je Rocket League naar replays. Zoek een replay uit die je wil sturen en vernoem die naar jouw eigen in-game naam. Ga naar deze locatie in je documenten. Het is handig om te sorteren op date of date modified. Bij date modified zou die bovenaan moeten staan. En bij date is het moment wanneer de replay is gemaakt. Verander de filename nog eventjes naar je in-game username. Dat is prettig voor mij. Ga dan naar discord.gg/duncan. Na het kanaal replay drop, sleep jouw bestandje daarin. En dan als laatste moet je nog even de tekst /spoiler en dan jouw rank toevoegen. Ik heb eventjes Diamond 3 gedaan als voorbeeld. Zodat ik dus jouw bestand kan downloaden. Jouw in-game naam weet, zodat ik weet welke persoon ik moet bekijken in de replay. En zodra ik klaar ben met kijken, kan ik dan in Discord checken welke rank jij was. Bedankt voor het insturen. Ik hoop dat je in de video komt. Maar ik kan helaas niks beloven. Enjoy de rest van de video. Nou, nu weet je hoe je dat moet inzenden. Kunnen wij gelijk verder spelen. En we scoren. Tenminste, mijn teammate scoort. Rumble is zo'n rare game mode. Weet je wat ik een beetje jammer vind? En dit is eigenlijk waar je me al heel lang over hoort zeiken, denk ik, op deze game. Is gewoon echt limited time modes. Want Rumble is natuurlijk nu een ranked game mode. En ik snap waarom. Want het is gewoon een leuke game mode. En iedereen wil dat eigenlijk altijd wel spelen. Maar ze hebben dan wel limited time modes zoals Spike Rush. En ik weet niet eens hoe die andere mode heet. Heatseeker is een temporary game mode. Wat hebben we nog meer? Oh, hij ging echt plunger de lucht in, joh. Oh, shit. Wacht, als we deze guy nou killen. Oh, shit. Oh, de spike was al kwijt. Dat was droevig. Ik dacht, als ik hem nou demo, dan heeft hij de vrijheid om iets te gaan doen. Maar blijkbaar was dat dus nog niet zo. En dat deze guy letterlijk open goal. Nice. Sorry. Ik ga beter mijn best doen. Maar ik weet niet wat het is. Het limited time mode, het is echt iets wat Epic Games, of tenminste bij Fortnite, gewoon heel goed is uitgevoerd. En heel veel andere soorten games, en dus ook Rocket League, hebben geprobeerd dat een beetje na te bootsen. Oh, dat was zo close. Dat was zo'n close shot. En dat was zo episch geweest als het ook over het hele veld ging. Maar goed, ze doen het ook met de Rocket Pass. Dat is natuurlijk ook een heel groot fenomeen. Misschien kan ik deze even zo... Wee! En dat is in. Heel goed. Heel nice. Ik bedoel, Fortnite is letterlijk de enige game die de Battle Pass daadwerkelijk fatsoenlijk heeft gedaan. Geloof ik. Ik bedoel, Apex Legends heeft volgens mij een vrij goede Battle Pass. En in Rocket League, de Rocket Pass is natuurlijk ook niet heel slecht. Maar ik bedoel, het komt allemaal van één ding wat het heel goed heeft gedaan. En natuurlijk ook hadden ze crates vroeger. In CSGO had je crates. En in FIFA heb je packs. FIFA packs bestaan volgens mij nog steeds, ik weet niet zeker. Maar je hebt ook nog andere dingen. En dat is natuurlijk allemaal illegaal gemaakt in verschillende landen. Waaronder andere dus Nederland. Wij zijn al heel vroeg gestopt met dat soort dingetjes implementeren in games. Omdat het gewoon... gokken voor minderjarigen was. En het is natuurlijk heel jammer als je heel erg fan was van dat soort packs om dat te doen. Maar ik bedoel, ik heb er letterlijk een keer iets gunstigs aan gehad. Ik heb een keer een knife geunboxed op CSGO. Ik had 10 euro geïnvesteerd in één dag. En ik had aan het eind van de dag 300 euro winst gemaakt of zo. En als 16-jarige moet dat niet kunnen, volgens de wet van Nederland. Maar waarom kan dat dan wel in een game? Dat is een beetje de filosofie erachter. Gaan we dit doen? Oh nee, ik schiet hem op de paal, sorry. Oh, maar de plunger. Oh, wat goed. Lekkere save, jongen. Heel goed gedaan. En dat maakt Rumble zo leuk. Het is zo casual, maar tegelijkertijd ook random. En je moet wel een beetje je best doen. Maar ja, ik weet mijn punt even niet meer. Oh ja, iets met implementeren van nieuwe dingen. Ja,
mensen zijn gewoon in het algemeen, en ik ben daar één van, gewoon niet helemaal tevreden met hoe Rocket League dingen aanpakt. Iets te weinig updates of zo, en daardoor denken mensen snel dat de game doodgaat. Nou ben ik in het algemeen wel gewoon tevreden over Rocket League. Er is niet iets waar ik om klaar. Oh mijn god. Ik verpeste dat, sorry. Alhoewel, er was wel een andere plunger aanwezig daar. Dus misschien heb ik het niet helemaal verpest. Ik probeerde daar een paas te doen, maar het miste. Heel zuur. Maar ik bedoel, 2v2 toernooien is bijvoorbeeld iets wat echt al jaren... Of nou ja, sinds dat toernooien worden aangevraagd, worden 2v2 toernooien al aangevraagd. En dat is er nog steeds niet. Ze hebben nu dus Rocket League V2. Wat dus de officiële update is, die hebben ze nu uitgebracht. Maar ik weet niet eens wat er nieuw is, behalve gewoon wat basisdingetjes. Dus ik hoop gewoon dat er nog leuke dingen zoals Rumble komen. Rumble was echt een hele goede update als het ging om game modes. Maar daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan, vind ik. Maar ja, correct me if I'm wrong, want we hebben natuurlijk wel andere game modes gehad. Maar even voor even eerlijk jongens, Snow Day? Wie van jullie heeft een Snow Day rank? Ik heb nog nooit mijn Snow Day rank gehad, volgens mij. Ik weet het oprecht niet. Volgens mij niet. Maar ja, dat zegt ook iets over de game mode. Maar waarom is het dan een competitive game mode geworden? Dat is echt heel slecht gemaakt. Heel die game mode. Maar goed, dat is dan weer mijn mening. En als jouw mening anders is, dan hoor ik hem graag. Ik ben benieuwd. Ik vind het altijd wel leuk om een echt gesprek te beginnen. En dan ook daar in de comments wat verder over te praten. Dat dacht ik niet. Wat die guy daar wilde doen, ik moest hem even schoppen. Ik dacht, ja, wat nou als er niemand is om dat uit te verdedigen? Naast mij, dan wordt het geen pretje. Oh shit. Oké, dit gaat best wel oké. Die guy vliegt er even lekker achteraan. Heel goed. Kan ik er even achterlangs? Oh shit, wacht even. Ja, ga maar. Dat was een oké teleport, geloof ik. Weet niet zeker. Oké, ik heb daar mijn leven gegeven om de bal daar tegen te houden. Ik hoop dat dat gunstig was. Het is altijd met Rumble. Dat je ergens voor gaat en je weet eigenlijk niet eens of het gunstig is. Yo, dit was mijn schot geweest, dude. Eerlijk. Ik bedoel, waarschijnlijk had de tegenstander hem geraakt. Dus het was slecht om daarvoor te gaan. Maar als niemand hem zou raken, zou het wel een episch schot zijn geweest. Hé, makker. Hij kan niet meer sturen. Dat was al mooi. Oh, waar zijn de boostpads? Oh, hier. Ik denk al. Ik ben in de hoek, maar er gebeurt niks. Oh, shit. Zullen we eventjes tegengaan dat hier wordt gescoord? Please. Er is 3 seconden op de klok. Nee, laat mij. Ik had Spike, bro. Oh, nee. Wist hij veel natuurlijk. Oh, is dat in? Dat is in. Nice. Yo, easy game. Mocht je het je afvragen... Ik ben Champion 2 Division 2, blijkbaar, in deze game mode. Ik speel dit letterlijk alleen maar solo. Tenminste, voornamelijk solo. Bijna niet in een threes party, terwijl dat eigenlijk wel de manier is om rank up te gaan. Want met solo random mensen spelen is echt niet aanbevolen. Mocht je nou benieuwd zijn naar mijn andere ranks... Hé, we hebben Jasper met kaas. Sorry, ik was even afgeleid. Mocht je nou benieuwd zijn naar mijn andere ranks... ik ben nu als het goed is Grand Champion 1 op Hoops... Grand Champion 2 op duo's, Grand Champion 1 op 3's en Champion 3 op solo 1v1. Ik wil solo 1v1 eigenlijk nog een beetje naar Grand Champion halen richting het eind van het seizoen. Hey, lekker. Even 7 seconden solo goaltje gescoord. Easy peasy, jongen. Doe ik makkelijk. Dus waarschijnlijk de volgende keer dat je me Rocket League ziet spelen in een video of in een livestream op twitch.tv/Duncan zal zijn 1v1. Ik denk dat ik 1v1 eigenlijk graag weer eventjes ga oefenen. Ik beukte even volledig tegen mijn teamgenoot aan. Ben daardoor een beetje laat op het feestje. Maar goed, maakt niet uit. Kan ik deze hebben? Oh, oh, ho, ho. Nee! Oh, de ijsmagneet! No! Shit! Oh, dat is zuur. Ik dacht heel even ook dat het mijn teammate was die daar zat. Dat maakt het extra zuur, want dan is letterlijk sabotage binnen het team. Oh, shit. Hey, die heb ik wel. Hoep! En dan teleport. Yep, there you go. Nu kan niemand hem contesten. Aha! Maar ook niemand die hem opvolgt. Dat is wel jammer. Oh, shit. Slechte re. Oh, nice. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Hier, let op. Center. Woep. Oh, fuck. Huh? Ik raakte hem, maar niet. Dat was heel raar. Volgens mij doen grappling hook sowieso een beetje gek de afgelopen tijd. Ik was laatst weer eens een Jazer video aan het kijken. En ik zag dat hij ook al iets raars had gedaan met een grappling hook. Dat hij zeg maar de bal wilde raken en op het moment dat hij de bal raakte, activeerde hij zijn grappling hook, waardoor de grappling hook niks deed. En dan denk ik van, oké, maar hoe lang is Rumble hier nou uit? En hoe lang is het nou al een competitive game mode? Hoe is dit niet gefixt? Want ik bedoel, Psyonix is overgekocht door Epic Games. Natuurlijk is het nog wel steeds dezelfde studio die eraan werkt. Maar eerlijk, hoeveel geld zit daarin? Hoeveel tijd hebben ze om dat te fixen?
I don't know. Ik denk dat de prioriteiten gewoon ergens anders liggen. Waarschijnlijk weer bij een nieuwe autosamenwerking die 20 euro is in de itemshop. Of het terugbrengen van de skyline. Holy moly. Zo, dat was wel even een flinke wervelwindschot wat hij daar deed. Ik heb nog nooit zo'n powerful shot gezien. Eerlijk, als er één dingetje is waar ik me het meest aan frustreer in Rocket League, is het niet de game modes of iets dergelijks. Oeh. Zo, dat was een mooi schotje. Maar weet je wat het is? Dan is het dat de prijzen van de cosmetics zo ontiegelijk duur zijn geworden. Je koopt nu voor 20 euro een nieuwe F1 auto of 20 euro een nieuwe Ford auto samenwerking ding is wat ze samen hebben gedaan. En de eerste DLC's waren allemaal 2 tot 4 euro. Ik snap dat sommige dingen nou eenmaal duurder worden in de game. Maar ik vind het toch wel treurig dat je nu 20 euro betaalt voor een cosmetische auto. En eerst betaalde je gewoon 2 tot 4 euro, wat echt niks was. Ik neem aan dat de sales daar ook een stuk minder zijn geworden. Maar ja, als iedereen evenveel betaalt, of vet veel betaalt, ja, dan kom je alsnog wel aan je geld. Vind ik toch jammer. Ik wil dat gewoon even uitgesproken hebben. Misschien ben je het wel helemaal niet met me eens. Maar die nieuwe skyline, iedereen vroeg of ik hem ging halen. En toen dacht ik, ja, maar ik heb de oude skyline. Volgens mij is die niet heel anders. Sowieso niet qua hitbox. Waarom zou ik er dan 20 euro aan uitgeven? Want ik vond hem niet per se mooier of zo. Oh, shit. Oh, fuck. Ik werd gedunkt. Serieus? Ik werd gedunkt. Ongelooflijk. Ik had het niet eens door. Ik hoorde ook geen geratel van dat ding. Ik ben helemaal van mijn padje af, joh. Of, nou ja, niet van mijn padje af. Van mijn apropos. Mijn apropos. Ik weet niet hoe je dat fatsoenlijk zegt. Yo, nice shot, though. Hup. Joink. Die is center. Schiet hem maar in. There you go. Lekker, Jasper. Lekker. Ik vind het ook altijd leuk. Ik hoop nu stiekem dat Jasper mij kent. Of in ieder geval herkent. En dat hij dan later in de reacties tevoorschijn komt. Dat is in de afgelopen paar video's wel eens een paar keer gebeurd. Dat iemand dan dacht van, hey, dat ben ik. What the fuck? Dus dat vind ik altijd wel leuk. Vind ik geinig. Heel vaak is het ook zo dat de persoon die dan in de video voorkomt, een vriend van hem of haar dan zegt van, hey man, die zit in de video van hem. Vind ik leuk. Hou ik van. Goed. Ondertussen enorm chaotische game modes. Zullen we even hier iets proberen? Oh, hij schiet hem bijna tegen zijn eigen goal aan. Ik bedoel, hij redde hem daardoor van mij. Het was buiten possession. Ik kan hem hier bevriezen. Laten we dat even doen zodra zij abilities activeren. Want hier, zie je? Ze hebben nog ziek veel abilities geactiveerd. Ik heb nu de bal weer in possession. Hop, joink. Dat is voor. Oké, niet meer. Dat is Rumble voor je, letterlijk. Oh, hij is voor. Oh nee, toch niet. Even teleporteren. There you go. Als het goed is kunnen we hem nu saven. Laat maar. Dat is te laat. Kijk, teleport deactiveert de spike van iemand. Dat is wat ik probeerde te doen. Ik had alleen moeite met het lokken op hem. Eenmaal hier was het te laat. Die ene guy, Jasper, die was er nog voor gesprongen. Ik wijs ook naar mijn scherm, alsof jullie dat kunnen zien. Jasper was er nog voor gesprongen, maar hij werd helaas getrapt. Unfortunate, my dude. Maar eerlijk, dat was wel een oké move. Wist je trouwens, professionele Rumble tip, dat als je je camera verandert, dus als je ze maar zo doet, dan kan je de richting bepalen van je ability. Oh, hey, bedankt. Zo, dat was geserveerd op een zilveren plaatje. Ongelooflijk. Oh, de replay werd geskipt. Goddammit. Maar dat is dus ook een ding. Oh, ik weet niet hoe ik dit moet aannemen, maar ik doe het maar zo. We hebben nog geen abilities, dus het is... Oh shit, wat doe ik? De volledige paniek. Schiet hem in eigen goal. Oh mijn god, wat goed. Great pass. Yo, lekker unvoorzien. Goeie paas, man. Wat ziek, hé. Hey, eigenlijk, ik zat ook een beetje van, waar blijft die guy? Komt hij nog naar me toe of zo? Maar, nee, ik weet niet. Het was een complete chaos, maar wel mijn schuld. Weet je wat? Ik heb aan het begin van de game solo een goal gemaakt. Dus ik dacht, ik moet het gewoon even gelijk trekken. Het is oneerlijk. Ik ben te goed. Oh, shit. Oh, is dit de play? Nee, dit is niet de play. Oh, ik hoopte eigenlijk dat hij gewoon weer voor de goal terecht kwam. In alle chaos. Yo, dit is nice. Woe! Is dat in? Nee, dat is niet in. Beuk hem. Beuk ze allemaal. Ja, yeah, lekker, 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 Jasper. Hoppatee. Ik weet dat het 1 minuut 21 op de klok is. Maar ik denk dat we deze game aan de pocket hebben. 3 punten voor. Ik bedoel, het blijft Rumble, maar... Ja, kom maar goed, kom maar goed. We hebben... Deze guys zijn best wel goed gewoon qua spelen überhaupt. Oh, en Duncan komt natuurlijk met de epic save. En met de epic save nummer 2. Oh, ja! Ik zei het toch... Ik zei het toch. Ik ben zieke epic save nummer 15. Oh, shit. Oké, ik word echt naar Jupiter geschoten. Oh, oké. Rustig. Rustig. Kerel. Oh, shit. Lekker, Jasper. Goed gedaan.
Ja, die grappling hook kan je ook heel goed defensief gebruiken. Schijnt. Dat is echt top. Schiet hem even voor de goal langs. Juist hem, bedankt. Hoppatee. Dat was echt top. Ja, zij weten natuurlijk niet dat ik een freezer jing heb. Maar je weet toch. Gewoon scoren. Als ik niks meer weet te zeggen, dan zeg ik je weet toch. Dat is hoe het werkt. 46 seconden. En 8-4. En ik krijg de kick-off ook nog eens mee. Dus vanaf hier is het gewoon... Oh, een center naar het midden. Via blauw natuurlijk. Want zelf doen is saai. Jasper, doe het. Oké, ik doe het. Bam. Oh, nee. Yo, kukt. Dat noem je nou gewoon letterlijk kukt. Ik had zo'n mooi schot. En iemand bevroor hem. Was het Lunger? Ik denk het. Maar Usual Chitna, die had hem ook gewoon lekker gered. Volgens mij deed hij het gewoon letterlijk om mijn bal te versnellen. En was het toevallig dat hij werd bevroren. Hij had dat niet geanticipeerd. Maar wel cool gedaan. Oh, shit. Ik yeet die guy even naar Jupiter. Oké, nice. Yo, lekker. 10-4. Wat een score. Ongelooflijk. Kunnen we al... Ja, dit is de forfeit. Yep. Got it. Je kan dat zien. Je kan spieken als je op escape drukt. MVP. Yo, en verdiend. Eigen goal gemaakt zelfs. Ik heb zoveel goals, maar niet normaal. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Mocht je nou meer Rumble willen of meer Rocket League, wil je elke dag Rocket League? Like dan. Abonneer en deel deze video met je hond en je moeder en je vader en je broers of zusjes. Ben je enigskind? Dat is jouw probleem. Tot de volgende keer. Later.